Schiphol gaat de havengelden per 1 april 2011 met gemiddeld 0,6% verhogen. In 2009 verlaagde Schiphol haar tarieven en in 2010 bleven ze gelijk. De verhoging houdt met name verband met de belangrijkste investering van ruim 700 miljoen euro in het nieuwe bagagesysteem. Het systeem dat levert forse kostenbesparingen op. Heeft al forse kostenbesparingen opgeleverd. Voor onze klanten, dat zijn dus de airlines, waardoor dus de capaciteit verbeterd wordt en de bedrijfszekerheid verbeterd wordt. Om de capaciteit van de luchthaven optimaal te benutten, gaat Schiphol een incentive invoeren voor luchtvaartmaatschappijen. Doel is hen te stimuleren gebruik te maken van zogenoemde daluren en nieuwe routes te openen. Want voor ons is het veel beter om een optimale, vanuit een kostperspectief, en dat blijft dus belangrijk, want we moeten een kostenconcurrerend product kunnen aanbieden, is het van belang dat het dalmoment beter benut wordt. Daarnaast heeft Schiphol bekendgemaakt de structuuraanpassing van de tarieven een half jaar uit te stellen. Deze periode wordt benut om extern onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van een structuurwijziging op de mainport en zijn netwerk. En dat onderzoek moet in maart 2011 afgerond zijn, zodat wij de uitkomsten daarvan mee kunnen nemen in onze overwegingen van wat we dan gaan doen met de tarieven per 1 november 2011.